Castanjes. Meeuwis. Mokotjo. Daar is Meeuwis ineens vrij. Meeuwis legt af waar hij misschien zelf had moeten schieten. Maar uiteindelijk is daar Miaitzi toch met het doelpunt. Binnen mum van tijd. Feyenoord van een achterstand naar een voorsprong. Nu door Rio Miaitzi. Dit is natuurlijk uitstekend gedaan door Marcel Meeuwis. Miaitzi bereikt en die rondt het koel af. 2-1 voor Feyenoord. Feyenoord heeft de wedstrijd ontgaan goed en is Levchenko kwijt. Bovendien ook voordeel gegeven door de scheidsrechter. Miaitzi. Langs Gravenbeek die toch nog een been uitsteekt en het levert Feyenoord. Vlaar, Van Haren, weer veel ruimte. Weer is Wijnaldum vertrokken. Zijn derde, nee, Kujovic. Miaitzi en dan wel de 6-1. Ook voor Miaitzi zijn tweede van de middag. Nadat Wijnaldum zijn kans laat liggen, is de Japanner er als de kippen bij. Voor Willem II is degradatie weer een stapje dichterbij gekomen. En Feyenoord mag nu echt gaan denken.